Zo'n moment zit ik altijd een beetje in interne strijd van ga ik nou volhouden, want ik heb nu besloten dat we dit gaan doen. Of ga ik gewoon, weet je wel, heel eventjes dit nog doen en dan gewoon van plan veranderen. Goedemorgen jongens en welkom bij een nieuwe Vlogmas video. Het is vandaag donderdag en mijn zusje is vandaag jarig. Dus ik ga vandaag even terug naar mijn ouders. Ik woon dus op kamers in Utrecht. Dat is hier. En ik ga zo even terug naar mijn ouders. En dan gaan we de kerstboom opzetten. Want mijn zusje is echt super groot fan van kerst. En zij wil de kerstboom altijd op haar verjaardag op hebben staan. Dus de kerstboom ligt volgens mij echt al een tijdje in de tuin. We hebben altijd een echte boom. Dus die gaan we opzetten. En dat is natuurlijk heel erg leuk voor Vlogmas. Dus ik neem jullie lekker mee vandaag. Woehoe! Oké, we gaan een timeless maken, Sen. We gaan een timeless maken. De boom so far. Oh ja, precies wat hier is het niet. Oké. Kijk, de glitters. Ah, op zich. En die? De bal is best wel goed. Kijk nou wat leuk. Mijn zusje is vandaag jarig en we hebben er een sneusjesbox gegeven. Ik ben echt super jaloers op die. Deze is zo mooi. Die heb ik ook, maar die is echt heel moeilijk. Maar echt. Oh, dan maak je ook leuke planten. Die is ook echt leuk. Zo, mijn wangen zijn echt super rood, zie ik nu. Maar ik ga jullie even wat laten zien boven, want ik heb een zadel te koop staan. Tada, daar ben ik weer. En die staat nu nog te koop. Ik heb contact met verschillende mensen die interesse hebben op Facebook. Maar ik dacht, laat hem hier ook even zien. Voor het geval dat hij nog niet verkocht is wanneer deze video online komt. Kijk, dit is hem. Dit is mijn zadel van Abby. En hij is echt nog super netjes. Ik heb hem ook eigenlijk helemaal niet heel vaak gebruikt. Want ik reed heel vaak zonder zadel met Abby. En dat vond ik heel leuker. Dus kijk, dit is hem. Er zitten eigenlijk nog helemaal niet echt beschadigingen op. En hij heeft dus een knievrong die je los kan halen van het klittenband. En dan kun je je knievrong helemaal veranderen. En het is dus een ideaal zadel voor bredere paarden die weinig schoft hebben. Wat Abby dus ook had. Volgens mij is dit de Tekna S-Line dressuurzadel. En hier zit volgens mij nu een medium boom in. Maar ik heb ook nog een wijde boom. Ik heb namelijk één keer nieuw gekocht bij de zadelmaker. Maar heb ik toen zoveel afgevallen was. Of ja, ze was afgevallen. Dat ik twee boommaten naar beneden moest. Want er zit dan nog medium bij tussen. Dus die twee boommaten, die kan je er. Of die twee bomen, die kun je zeg maar, die kopijzer kun je erbij krijgen. Je mag van mij de beugels, de beugelriemen en de single van Kentaur, die ligt hier. Mag je er ook bij hebben. Kijk, deze is gewoon nog helemaal goed. Die heb ik toen ook bij het zadel gekocht. Ik denk dat het zadel nu, ja, hoe lang? Ik denk 5 jaar oud is. Maar ik heb hem dus in die 5 jaar niet elke dag of wekelijks gebruikt. Want ik heb echt een hele periode hem gewoon niet gebruikt. Dus daarom ziet het er ook nog zo netjes uit. Maar ja, het is echt een heel fijn zadel. Lekker licht zadel. Het is dus een kunstleren zadel. Dus hij is ook nog eens helemaal vegan. En dat is ideaal. Omdat je dan heel makkelijk het zadel kan schoonmaken. Als er iets vies op zit, kun je het gewoon eraf poetsen met wat water of een doekje. En dan is het gewoon weer schoon. Hoef je niet in de weer met allemaal leer, vet en sop en weet ik het wat. Ik vind het ideaal. Dus, mocht je interesse hebben in dit zadel, dan moet je me even een DM sturen op Instagram. Mijn Instagram is Leanne, laagschipje Abigail. Ik ga nu even verder met het computerwerk. Ik ga denk ik alvast even verder met de volgende vlog. Dan heb ik dat ook maar weer gedaan. En ik zit nu toch bij mijn ouders een beetje, ja, niks te doen. Dus dan ga ik gewoon even op de bank zitten met oortjes hier. En dan kan ik lekker
aan het werk. We hebben tegenwoordig ook de gewoonte dat het licht overal uit moet. Want we hadden nog wel een handje van om dat niet te doen. En dan kwam het op neer dat overal het licht aan stond. En nu met die energieprijzen is het toch vrij matig als je het licht voor niks aan laat staan. Is ook gewoon slecht voor het milieu natuurlijk. Goedemorgen, ik ben net wakker bij mijn ouders. Ik ga zo richting Utrecht, richting Finn. En ik ga nu even ontbijten, maar ik wil even wat grappigs laten zien. Want ik eet sinds een maand of twee nu vegan. Maar mijn familie is niet vegan. Ze eten wel heel veel vegetarisch sinds ik vegetariër ben. Dus dat is natuurlijk super goed. Maar mijn moeder koopt wel altijd soja-yoghurt, want dat eet mijn zus dan ook. Ik zal even de collectie laten zien. Drie verschillende. Daar zijn er nog twee. Van deze variant nog twee. En hier staat nog een vegan wife voor mij. Nou, als wij niet goed voorbereid zijn, weet ik het ook niet meer. Ik wissel dus altijd heel erg af in ontbijt. Ik eet eigenlijk vrijwel nooit hetzelfde ontbijt. En ook als ik ontbijt eet, eet ik vaak per ontbijt verschillende dingen. Dus als ik iets van brood eet met beleg, dan eet ik verschillende soorten beleg. Ja, ik hou gewoon van ontbijt. En ik hou ook heel erg van brood, al eet ik niet superveel brood meer. Maar ik eet nu dit. Van de Lado. Er zitten deze graantjes bij. Thuis gewoon van die muesli met rozijntjes en zo. En, very essential, thee. Ik lust geen koffie. Dus altijd thee. En hou je vast. De Tela. Dit vind ik echt heel lekker. Chai. Eigenlijk vind ik heel veel lekker. Rooibos drink ik heel vaak. Gember. Cinnamon. Ja, dat is toch wel heel lekker voor nu. Ik ben thuis en... Oh, het is zo koud buiten. Het is echt opeens, echt zo'n ijzige kou. Maar ik heb een heel lekker outfitje. Want ik heb een outfit gekregen van Royal Horseman. Daar heb ik al een keer eerder mee samengewerkt. En die rijbroek die ik toen heb gekregen, dat is deze. Oh, hij zit al in de was. Ha, ik gebruik hem te vaak. Die rijbroek is zo chill. Dat ik echt dacht, ik moet meer van deze broek hebben. En nu heb ik dus weer een samenwerking met ze. En ik heb nu dus diezelfde rijbroek. Heb ik in deze prachtige aubergine kleur gekregen. En wat ik dus zo chill vind aan die rijlegging is dat hij dus heel elastisch is. Maar hij heeft wel een goede stevige band. En de stof is van binnen echt zo zacht. Het is een soort van heel zacht vliespul. Maar het stofje is wel een sportief stofje. Waar je dus ja, gewoon lekker stretchy, lekker in kan sporten, lekker in kan bewegen. Daarnaast is die anti-slip echt super goed. En ook na heel vaak wassen is die nog heel goed. Dus ik vond die rijlegging echt fantastisch. Dus ik ben zo blij dat ik nu weer een andere heb. En deze kleur is natuurlijk echt gorgeous. Dus ik ga even de hele outfit aandoen. Want ik heb ook nog heel veel andere leuke dingen. Zoals sokken met glitters. En deze ga ik sowieso opdoen vandaag. Dit is een glitter headband. Een hoofdband. En deze... kooltrui met glitters. Oh. En ik heb het al gevoeld. Ik was in het begin een beetje bang dat dit een kriebelstofje zou zijn. Maar de binnenkant heeft echt gewoon zo'n heel lekker zacht stofje. Zo, ik heb de hele outfit aan en het zit echt heerlijk. De broek, ik zal even op mijn bed gaan staan. Kijk, de broek zit echt super chill. En die band die zit dus altijd precies in mijn taille. Hij heeft hier een zak, maar wat ik dus top vind is dat hij aan de andere kant ook nog een zak heeft. Nou, de kleur is natuurlijk prachtig. Nou, de sokken, helemaal fancy. Het shirtje zit ook perfect. Ik merk wel dat het stofje een beetje dun is. Dus in de winter zou je er wellicht iets onder moeten doen. Maar dat is natuurlijk helemaal prima. Hij kriebelt niet. Dat vind ik heel belangrijk, want anders dan ga ik het gewoon niet dragen. En deze heeft ook een heel erg lekker fleece stofje aan de binnenkant. Dus die is ook heerlijk zacht. Voor de oortjes. Ik heb van allebei een maat S aan. Meestal heb ik van broeken maat 38 en van tops een maat 36. Dus meestal heb ik S en M.
Maar bij deze legging, de S past nu goed. En die wordt met de tijd wordt die natuurlijk een beetje losser. Omdat je hem vaker aan uit en uit doet. En goed nieuws, ik mag aan jullie een kortingscode weggeven. De kortingscode is ook hier in beeld zetten. En daarmee krijg je 10% korting op je bestelling bij Royal Horseman. En wees er snel bij, want de kortingscode is 48 uur geldig. Dus als je iets wil hebben, doe het dan snel, want anders verloopt de code. En dat is natuurlijk ook zonde. Ook een heel leuk cadeautje natuurlijk. Ja, ik zou die rijlegging aan iedereen cadeau willen doen. Ik zal de link naar de legging even in de beschrijving zetten. En dan kunnen jullie gelijk op de site kijken hoe en wat. En dan ga ik nu richting stal. Ik ben met Finn aangekomen. Hij was echt mega vies. Finn. En trouwens, Mali update. Dit stukje is bijna helemaal teruggegroeid. Maar hij staat nu nog een beetje gek omhoog. Zo, nou, fotograaf is er ook. Maar staat aan de andere kant van de camera. Want ze hoeft niet op beeld. Dus wij gaan straks even lekker shooten met de outfit die ik heb. Ik heb dus een outfit van een merk. En vind ik wel leuk om die op de camera te hebben. En ja, we gaan even kijken. Even kijken waar we gaan shooten. Oh, baldadig ventje ben je, hè. Als jij eenmaal eten ziet, gaat hij helemaal stampen en boos doen. En nu staat hij hier. Gaat hij daar de touw pakken? Verveel je? Ja, ga even lekker rennen in de longeerbak. Je zou je denken, hij heeft honger. Maar hij heeft altijd nog hooi over. Boefje. Boefje. Ik ga ook even met de kaptoon longeeren. Want anders trek je het bit zo vervelend door de mond. En een bit is, heb ik geleerd in de cursus van Bastiaan de Recht. Een bit is niet gemaakt om aan één kant, van één kant zeg maar, contact te hebben. Dus, kaptoon voor longeren, tipje van mij en van Bastiaan dus. Oké, ik ging Finn net longeren en ik had verwacht dat hij echt ging uitbarsten. Hij was echt kapot traag. Echt. Ik heb hem nog nooit zo traag meegemaakt. Aan de longe in ieder geval. En ook als ik hem aanraakte met de zweep, maakte het allemaal niet zo uit. Hij concentreert zich wel goed op mij op zich. Hij was niet veel bezig met de omgeving. Met een paar naast hem. Viel allemaal wel heel erg mee. Dus, dat is op zich positief. Maar het is echt heel koud. Er staat een hele gure wind. En mijn vingers die zijn gewoon aan het uitvallen. Dus ik dacht, ik ga lekker naar binnen en wak lekker grondwerken. Op zo'n moment zit ik altijd een beetje in interne strijd van, ga ik nou volhouden? Want ik heb nu besloten dat we dit gaan doen. Of ga ik gewoon, weet je wel, heel eventjes dit nog doen en dan gewoon van plan veranderen. En op dit moment voelt dit als de betere optie. En ik was natuurlijk sowieso van plan om eventjes te gaan grondwerken. Dus dat ga ik gewoon lekker doen. Kijk mee, voor zover jullie het kunnen zien. En ik ben heel blij met dit ding. Pas mijn oortje lekker onder. Let's go. Living life every day, late at night, not okay. All I want. And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just get buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezed till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy. How to get there, glad that you asked me. I think it's different for everyone. Ik heb het afgerond. Ik merkte, het is wel grappig. Dat Finn heel erg gaat compenseren als hij dingen moeilijk vindt. En dat is natuurlijk paard eigen eigenlijk. Maar hij gaat het niet alleen in zijn lichaam doen. Maar hij gaat ook... volgens mij had een grondwerkinstructeur een naam voor. Ik weet het even niet meer.
Maar hij gaat dan van het ontwijkende gedrag vertonen, zoals op het touw bijten, een beetje aan je jas friemelen, aan de zweep bijten, om maar niet te hoeven nadenken over hetgene wat hij moeilijk vindt. En dat merkte ik heel erg duidelijk vandaag. Dat Finn weet dat hij beter kan. Hij gaat heel snel, als ik verander met mijn zweep, gaat hij iets anders doen op een rechte lijn. Dat lukt hem bijna niet. Enerzijds dus omdat hij heel graag wil laten zien wat hij kan. Anderzijds omdat hij het sowieso wel lekker vindt om met zijn billen opeens zo scheef te trekken. Dat doet hij met het... Er ging even een paard vandoor. Dat doet hij met het rijden natuurlijk ook gewoon. Als ik zo een rechte lijn wil lopen, dan automatisch keren ze billetjes zo net een beetje. Meestal gingen ze naar rechts, dus voor hem naar links. Grappig om te merken. Dus aanradertje om een keer te gaan grondwerken. Check even de video hierboven waarin mijn hele grondwerkles gefilmd is. Ik heb echt totaal nog niet veel ervaring met grondwerk. En stiekem doe ik ook maar een beetje wat. Ik heb nu wat achterwaarts geoefend. Een beetje zo heen en weer wiegen van de voorhand naar de achterhand. Ik heb schouder voor gedaan. Ook gewoon stukjes rechtuit lopen. Ik heb een beetje de achterhand onder de massa zetten gedaan. Dat is het eigenlijk. Verder is het nog niet heel groot. Ik ga even de stal uitmesten. Ik ben klaar. Ik ben wel weer helemaal warm. Dus dat scheelt. Maar ik ga deze vlog lekker afsluiten. Ik hoop dat jullie deze vlog weer leuk vonden. Morgen komt er natuurlijk weer een nieuwe online. Doe een duimpje omhoog. En ik zal hier in beeld de afspeellijst met de andere video's van Vlogmas inzetten. Zodat jullie lekker kunnen bingen. Abonneer op de rode knop voor meer. En ik zie jullie bij de volgende. Doei!